Suriname, die kent wederom de verkeersveiligheidsmaand. De maand welke komt vanuit het ministerie van Justitie en Politie. En waar er aan elke Surinamer, elke persoon in Suriname die deelneemt aan het verkeer, extra aandacht wordt gevraagd wanneer zij zich in het verkeer begeven. Vandaar de verkeersveiligheidsmand en de nieuwbakken minister van Justitie en Politie die heeft in dat kader dan ook het woord gevoerd. Het materiaal dat is ter beschikking gesteld door het ministerie van Justitie en Politie. Vandaag 15 augustus 2020 proclameren wij de 9e editie van de Suriname 1515 Verkeersveiligheidsmaand, kort gezegd de verkeersmaand. Deze maand loopt tot en met 15 september en heeft als toepasselijk thema: geef voorrang aan gezondheid en veiligheid. Het thema geeft aan dat gezondheid en veiligheid elkaar overlappen. Het geeft aan welke verantwoordelijkheid het ministerie van Justitie en Politie en het ministerie van Volksgezondheid hebben. Het thema maakt duidelijk dat zelfs economie niet zonder meer voorrang heeft op gezondheid en dat omwille van onze gezondheid bepaalde en andere veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Voldoende afstand houden geldt ook in het verkeer. Stoppen met de gebruikelijke manier waarop we dingen doen, heel erg belangrijk om niet in aanvaring te komen met COVID. Het aantal besmettingen tegen de achtergrond van de ernst van COVID maakt duidelijk hoe moeilijk het bereiken van het gewenste verkeersgedrag is. Sancties, geboden en verboden kennen we al lang in het verkeer. De sleutel ligt hem in onze bereidheid de regels na te volgen. We verwachten in beide situaties dat anderen zich veilig moeten gedragen ten opzichte van ons, dat onze eigen verantwoordelijkheid bewust minder wordt gezien dan die van anderen. U bent onder invloed en u begeeft zich in het verkeer. U neemt geen enkele COVID-voorzorg en u begeeft zich onder de mensen. Wat kan en zal op een gegeven moment gebeuren, denkt u? Handen ontsmetten, vrij zijn van alcoholsmet, fysieke afstand bewaren, mond- en neusbedekking, snelheid beheersen zijn maatregelen om het sociaal verkeer en het wegverkeer veiliger te maken. Uw eigen veiligheid en die van anderen in gevaar brengen levert directe risico's op voor uw eigen gezondheid en die van anderen. Intussen weet u dat in beide situaties de aanwezigheid van de politie gewenst is op het niveau van de handhaving en om de medische diensten te ondersteunen als het misloopt en waar dat het geval is geweest. Zonder mond- en neusbedekking mag u niet meer in openbare gesloten ruimtes, zonder seatbelt niet meer op de openbare weg. Daar gelden de stoptekens voor handelingen waaraan we niet mogen wennen, bijvoorbeeld rijden door rood. En hier krijgen we de tekens om te stoppen met handelingen die we gewend waren te plegen. Uitgerekend dit jaar, het einde van het decennium van actie voor verkeersveiligheid, zien we een drastische verandering in ons sociaal verkeer met implicaties voor het openbare wegverkeer. We snakken ernaar om over te gaan tot de orde van de dag. Maar hoe veilig willen we dat doen? Gaan we nu echt ons gezond verstand gebruiken? Later deze maand komen wij als ministerie met een informatieve sessie met een verantwoord aantal actoren om aan de samenleving te vertellen waar we staan met ons verkeer en hoe we de veiligheid ervan beleidsmatig zullen verhogen. Ik dank u voor uw aandacht en kondig bij deze aan de 9e Suriname 1515 Verkeersveiligheidsmaand. Geef voorrang aan gezondheid en veiligheid.